Uit liefde voor de natuur, daar sta ik voor. Lieve mensen, vandaag werd ik natuurlijk weer wakker. En ik las een berichtje van iemand die mij een berichtje had gestuurd. Ja, diegene was eindelijk terug van vakantie. Want ja, ze denken, weet je, al die mensen, elke keer was er weer wat. Oh, die is op vakantie, oh, die is op vakantie. En ik dacht, oh, ja, en mijn kinderen, het is geen broodbeleg of geen brood of product in een supermarkt, dat dat gewoon daar kan blijven laten liggen. En dat dat wel gekocht kan worden, wanneer gekocht kan worden. Hé, het zijn mijn kinderen. Dus ik had een bericht gelezen van die vrouw, dat ze dus blijkbaar praat over een zitting over een aantal weken geleden, dat mijn kinderen een OTS, weet ik veel, ik ken het niet, ik vroeg aan mijn zuster en wat dat betekende, en toen legde ze dat uit. En toen dacht ik, wauw Dennis, wauw. How could you, hè? Al die dingen die je hebt gezegd, en dat wou ik ook nog zeggen. Jij wist dat mijn moeder niet in orde was. Heel veel mensen weten, van professionals ook, dat mijn moeder niet in orde was. Ze hebben daar toch een melding van gemaakt en haar in haar woorden geloofd. Terwijl ze een loonie card heeft, dat is weer. En toen ik in december terugkwam, of in januari, sorry om tegen jou aan te geven. Hé, ik kan daar niet wonen, het is niet veilig. Heb jij niet geluisterd? Jij hebt toen gewoon een moeder op straat gezet. Wauw, strafbare fouten, Dennis. Terwijl jij mij had moeten helpen. Je had beter moeten weten. Maar je hebt mij en mijn kinderen gewoon dik in de steek gelaten. Echt op een ziekelijke manier. Samen met die Nederlandse instellingen. Die er allemaal mee bemoeien. Want na alles wat ik nu allemaal heb laten zien, daar ben ik zo dankbaar voor. Mijn eigen kracht heb ik dat gedaan, hè. Tegenbewijs laten zien dat ze het verkeerd hebben. Hé, ik zei net tegen zuster en dit soort dingen gebeurde bij mensen. Maar nu, het geloof, hè. They got the right person now, because mama got brains. Yes, and I know they fucked it up, Dennis, because you told lies. And they are just here to make money on human lives. Goh, ziekelijk, hè. Dus wat ik zeg, uitbetalen. Mijn kinderen hebben een voogd. Ik weet het niet eens, van die jongen reageert niet eens. Zij kan niet met mij praten. En het is maar goed dat ik heel veel dingen niet weet. Want ze gaan allemaal betalen aan mij en mijn kinderen van al die strafbare wettelijke fouten die ze hebben gemaakt. Hey, that's a mother's word. Want because, ik zeg je, als je mij boos krijgt, op deze manier, als ik in mijn kracht sta, the universe is on fire then. Peace, brother, peace.